Mm. En mama is dus echt een verzamelaar. Ik ga het eigenlijk te erg missen. Daar gaan we. 4-3 zou kunnen. We hebben er 7. Spannend, hè? En hoe sexy is het met dit? Ik ga nooit meer s'avonds sporten. Dan maar met 1 af te spreken. Het voelt dan een beetje lullig naar de groep of zo. Hi, poes! Ik erin en de kat eruit. Maar er natuurlijk mm. geen spijt van hebben. Cool. Dus een poes lief. En ik vind het heerlijk om aan te houden. Poes! Is dit papa of Olivier? Niet te lang, mag ook met lang zijn. Zal ik een show te geven? Ja. Blond haar. Uh-oh. Ja, ik zeg niet. Donkere ogen. Donkere ogen? Nou, mooie ogen. Dat is het dus. We zullen zien. Hij koos voor nummer 1, hij koos voor Eline. Maar is zij slank, niet te lang en blond. Dus, Carrie. Op, goed gelukt! Dus dat staat geschreven. Lekker eten. Dus dit is de badkamer tegen laten kijken. Ja, dus dat heeft hij als oorlogsbuit, heeft hij dat blijkbaar. En dit boekje, dus een souvenirboekje, en hier zie je alle. Dank je. Dit huis van Hitler. Hallo, het is zondag en we zijn eigenlijk van mama. Ik was vergeten te zeggen, maar ja, we zijn lekker hier aan het lunchen. We hebben oude foto's bekeken en op goed geluk teruggekeken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, dat is super leuk om te zien. Ik zit met een kleine uitdaging. Ik heb veel meer dan dit, een aantal albums gekocht, heel lang geleden, gloednieuw, en ze zijn nog steeds nieuw, in een doos bewaard en ik heb er nooit wat mee gedaan. En nu wil ik ze verkopen, maar ja, wie zit erop te wachten, ik weet het niet. Misschien vindt iemand dit mooi. Het is een hele mooie stoffen omslag, er zitten overal touwtjes omheen. Nou, die touwtjes maak je dan los en dan heb je een heel mooi fotoalbum. Kijk, prachtig album, heel mooi, zo, met zogenaamd geschept papier, tenminste heel mooi papier in ieder geval, met vloeiblaadjes ertussen. Prachtig album. Wat voor papier geperst? Nee, het is, sommigen hebben geschept papier, geschept. Het is handgeschept, papier werd vroeger geschept. Mm. En nou, dit is bijvoorbeeld ook zo eentje, is heel mooi. Bijna India's-achtig, ja, bijna zijde-achtig stof, satijn. Nou, ook hele mooie leren albumpjes, hele kleintjes. Daar heb ik een aantal van. Nog kleiner. Kijk, nog kleiner. Maar ook deze, die vind ik dus echt heel erg mooi. Die is dus. Deze heeft echt handgeschept papier. Je ziet ook dat er van die, ja, blaadjes of vezeltjes nog in zitten. Mooi touwtje eromheen. Kijk, of je hier nou dingetjes in plakt, weet ik veel, plaatjes, fotootjes, dat doet natuurlijk ook haast niemand meer. Zou je wel moeten doen, want alle foto's zitten natuurlijk verstopt op onze mobiele telefoon tegenwoordig en die komen er nooit meer uit. Misschien heeft iemand een winkel die dit soort dingen verkoopt, want ik weet zeker dat van die interieurwinkels hebt die dit soort dingen verkopen. Ja, inmiddels is het misschien meer geld waard ook. En misschien is het meer geld, of ja, het gaat er niet om dat ik er rijk van hoef te worden, maar ik wil ze gewoon verkopen. Ja. En dit soort prachtige albums, dit is gewoon een leren album, heel mooi gemaakt. En ik denk dat, dat er vast iemand is die er, ja, misschien plezier van kan hebben. En wat moet diegene doen als ze wil? Dan even contact opnemen met, ja, wat zal ik zeggen? Neem even contact met mij op. Ik ben Insta? Via Insta. Nou, volgens mij sta ik gewoon op mijn eigen naam. Robin. Ik ben Robin Blitzbloem. Neem even een persoonlijk contact met me op met Instagram. Ik ben de vader natuurlijk van Charlotte. Ja. Ja, ja. En ja, nogmaals, prachtige albums. Ik hoop dat iemand ze wil hebben. Kopen. En ik hoef er niet rijk van te worden. Kopen, 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 kopen. Kopen. Doeg. Of mama gaat verhuizen, daarom staan hier allemaal dozen. Maar het is niet leuk, want het kost gewoon veel te veel tijd. Kijk. Nee? Ik wilde dus naar de IKEA vandaag voor een kast die ik vroeger had. Superhandige kast van Kallax van IKEA met van die mannen erin voor de kamer in ons huis. Zeg mijn ouders ineens, we hebben jouw kast nog. Vet toevallig, dat wist ik dus niet. Kijk. Zo. Kijk. Precies de kast die ik dus waar we gisteren over had, is hier dus gewoon blijkbaar.
Ze hebben hem dus bewaard en dat wist ik niet. Dus dat is echt te toevallig. Oké, zorg dat we geen hout afbreken. Er zijn nog aardige dingen. En mijn ouders zijn dus aan het opruimen vanwege de verhuizing. Het zit lekker in alle kasten te gluren. Naar boeken en dingen. Te leuk. Hey. En mama is dus echt een verzamelaar. Hier wel. Oh, dit is echt een heel leuk boek. Ik wilde dus heel graag het Grimboek mee naar huis nemen. Maar die heeft ze niet meer. Dat hele mooie dikke Grimboek, die echte. Het koekenmannetje. Hoor je wat mama zegt? Het is echt heel lekker weer om nu spullen te gaan sjouwen. Ja, dit is mama's kamer nu. Want ze zijn dus aan het verhuizen. Nou ja, ze gaan pas over 5 maanden verhuizen, maar goed. Ik krijg ook oude fotoalbums mee. Oh, schattig. Weet je wie die... Ik heb even je kamer gefilmd. Nee, dat is al niet bende. Waarom? Omdat je gaat verhuizen, dames staan erop. Overal is nu alles gewoon open als het ware. Ja, dat is toch leuk? Weet je hoe leuk het is om het te zien allemaal? En ik wil deze jas van mama hebben. Het is zo jammer dat ik niet dezelfde maat heb als mijn moeder. Echt alles behalve. Ik heb echt XL en XS. Dat is echt jammer, want ze heeft zoveel leuke kleren. Ik wens ze heel veel succes met de verhuizing. Leuk. Ik ga het huis nog te erg missen. Ik bedoel, ze gaan echt nog niet verhuizen hoor. Maar ik heb zoveel herinneringen in dit huis. Ik heb hier toch niet gewoond, maar dat ik voor mijn scriptie hier heb geslapen. En als ik ziek was of met mijn liefdesverdriet. En lekker hier in bad. Maar ja, nieuw huis ga ik waarschijnlijk net zoveel van houden. En daar ergens zit Bolly, die niet meer naar me omkijkt en dat is alleen maar goed. Wow, wat een slecht weer zeg. Kijk, hier is de kast en ik krijg deze, want die wil ik heel graag hebben, van Nijntje. Kijk, heel zo'n krabbaal. Deze en het boek van Pietje Bel en het boek van Otja, mijn lievelings aller tijden. Oké, we zitten er klaar voor. Ja. Daar gaan we. Zijn jullie ooit bij een Starbucks Drive geweest? Het zit dus hier, dit was niet meer bij Blijswijk, maar ik ben er nog nooit geweest. Maar nu gaan we dus warm chocola aan. Ik vind het echt leuk. Ik kan gewoon in de auto blijven zitten, hoe chill. Ga binnen. Oh, dank je. Dank je. Oh, best groot nog. Dit was niet net zo. Chocola had kooksmaat, hoe zou dat smaken? Is die lekker? Wow, hij is mega groot. Mag ik hem even laten zien? Mega, mijn vin. Eentje met slagroom. Ja, top. Dankjewel. Jij ook. Awesome. Woehoe. Ik vond het wel gewoon leuk om een keer te doen. En chocomel met kokosmelk, maar de kokosmelk van de Starbucks is echt zo ontzettend lekker. Want ze hebben dus een eigen kokosmelk daar, die je nergens anders kan krijgen. Hé, wat heb jij gedaan toen we weg waren dan? Ja, zo spelen. Je hebt zeker alleen maar geslapen op de bank, hè? Mooie fluffpoes. Milkpoes. Het is zo mooi. Lief, ik heb er echt gemist. Bij allemaal. Hallo, het is maandag en ik heb eigenlijk de hele dag een beetje vlogs lopen bewerken. En een beetje boven lopen opruimen. En nu zijn mijn schoonouders er, want onze douche is verstopt. En mijn schoonmoeder is echt amazing met dat soort dingen. En mijn schoonvader ook trouwens. Dus ze zijn boven voor ons bezig. En we gaan nu even gezellig een borreltje drinken met elkaar. Maar ik ga eerst nog even het raam schoonmaken. Oké, dat was even super gezellig. Altijd even lekker kletsen, drankje. En nu ga ik even koken. Ik had de vlog online willen zetten om 5 uur, maar dat ben ik hierdoor echt totaal vergeten. Oh nee, hij deed het ook niet. Hij heeft echt een error. Meng in de kommen de mais met het witte gedeelte van de bosuil. Zeg maar, we denken zoveel nieuwe verhalen dat je denkt van ja... Het is ook niet eens meer spannend, want alles kan in die serie. Het is ook nooit echt dat iemand doodgaat of dat het slecht afloopt. Alles loopt eigenlijk goed af. Voor de goede mensen. Ik dacht zeg maar toen we gingen kijken dat er een soort... Auw, zei ik naar mijn vinger? Net niet. Dat er een soort geniaal brein een verhaal had bedacht. Maar het is juist een heel simpel verhaal, vind ik. Alleen dat ze ook over 5 jaar doodgaan, vind ik wel spannend. Ze zeggen nooit dat je de tomatenblokjes moet... laten uitlekken, maar ik vind ze anders altijd zo nat. Oké, dit is de food. Alleen nog even zo dicht. Lekker met mais, rode kool en bosui, gerookte zalm, tomaatjes, avocado en tortilla. We zijn gearriveerd op de plek in het huis waar ik het minst graag ben. Ach, ik moet er echt weer aan toe gaan geven. Het is toch niet normaal, jongens. Voor wie zegt van, waarom rijd je niet op misschien?
weet je dat ik het dus al heel vaak heb opgeruimd. Maar het blijft gewoon weer. Want 1. Zodra ik het opruimen ben, komt er allemaal zooi tevoorschijn. En 2. Iedereen dumpt hier zijn zooi. Zoals je kan zien. En 3. Zooi. En 3. Er zat nu een kast die ik in elkaar moet zetten. Deze kast wil ik hier naartoe verplaatsen. Maar hij zit helemaal vol. Dus eerst moet ik alles eruit halen. Ik heb niet eens ruimte om die nieuwe kast in elkaar te zetten. Het is echt een drama. En eigenlijk wil ik het steeds in de avond doen hier. Maar het is hier dan weer zo koud. Want hier hebben we geen vloerverwarming. Deze verdieping is gewoon veel minder chill. Dus ik ben hier niet graag. Terwijl het echt een mega ruimte is. En het is zo zonde. Dus ik moet het gewoon fijn gaan maken hier. En er is daar ook gewoon een verwarming hoor. Maar die staat. Dus dit is me. Ik heb hier allemaal schroevendraaiers en zo bij me. Hier ook. Maar ik moet... Het lijkt heel veel, maar ik heb het allemaal uitgezocht. Het valt echt wel mee. Maar dit ding wil ik eigenlijk weg. Dit moet nog 35. Dan wordt hier natuurlijk ook geen fiets. En... Oké. Okay. Nou, let's go. Hallo, het is de volgende dag. Ik heb gisteren niks meer hier gedaan, want ik werd helemaal gek. Ik zag het overzicht niet meer. En vandaag heb ik eigenlijk vooral een beetje gewerkt aan mijn vlogs en zo. En nu is het poging 2. Maar eerst gewoon even kijken voor de kapstok. Want we hebben dus nog steeds geen kapstok. En daar irriteren we ons echt mateloos aan. Ik ben trouwens net bij Action geweest. Zal ik even laten zien zo. Maar we twijfelen dus nog over wat voor kapstok. Maar we zijn er nu denk ik uit. Ik had bijvoorbeeld deze nog. Dat is een optie. Ik had nog zo'n stang liggen. Dan hadden we nog uit heel huis deze kapstok. Maar het wordt denk ik dus iets van mijn webshop. Namelijk deze super mooie van Ala. Nou, inmiddels zullen ze niet meer op de webshop staan, denk ik, want wij ze gaan gebruiken. Dus we gaan even met tape plakken om te kijken hoeveel er mooi zijn. Want misschien verliest het de charme als je er super veel op hangt van deze, weet je wel. Dat is zonde. Ja, misschien zo. Dus dat gaan we dan even bekijken, want het kleurt echt super mooi bij deze verf. Als het valt, gaat het echt hard vallen. Trouwens, ziet er nu dus zo uit, omdat ik mijn fiets niet buiten wil zetten, dus... Als we al een kapstokje hebben, wordt het leven al een stuk beter. Ik ga het eventjes met dit opplakken. En even voorzichtig, want de verf moet natuurlijk niet eraf gaan ofzo. Maar ik denk dat het wel lukt. Deze dingen zitten zijn echt best wel sterk. Je zou er echt wel 6 kunnen. Nou, het is, niet, het is denk ik mooier als je dan 1, 2, 4, 3 zou kunnen. We hebben er 7. Maar ik weet niet of het dus mooi nog is. Ja, op een gegeven moment heb je een beetje wel heel veel bedoelen, denk ik. Dan zouden we straks officieel even moeten meten. Moet ik even al die dingen erop gaan plakken. Ik vind het nu al te druk. Poes. Nou, het is best lastig, want zigzaggend, te netjes zigzaggen is weer niet mooi, dus dan moet je slordig zigzaggen. Dus, weet niet zo goed. Oké, okay, we hebben toch gewoon haast oude kapstok gedaan. Want die is eigenlijk prima. En we dachten we kunnen hem nog gaan spuiten, maar we hebben hem voor nu gewoon opgehangen. Ik ben zo blij, want ik werd helemaal gek hè, dat we geen kapstok hadden. Ik kon er echt niet meer tegen. Maar we wisten gewoon niet welke we moesten doen. Ik zeg, laten we het nu gewoon ophangen. Want ja, geen kapstok is echt te irritant. Dus het is nu donker, maar dit is hem zeg maar. En nou ja, hieronder, daarboven zou nog een plank kunnen. En hieronder zou nog iets voor je schoenen kunnen. Maar hier hebben we dan ook gewoon de kattenbak. Misschien nog een soort bankje of weet ik het. Maar dit is gewoon helemaal prima nu. Mijn fiets staat ook nog binnen omdat ik hem nog niet buiten wil zetten. Dus het is hier nog steeds echt een zooi. Terwijl we zijn echt bezig. Maar goed. Hier hebben we nu zo'n haakje gehangen. Super mooi bij de muur. De deur is best wel lelijk. Maar goed. Hier heb ik dan mijn sleutels. Want ik ga meestal door de voordeur. En dan hebben we daar nog een haakje gehangen. En daar hangen nu dan hazelsleutels aan. Zo. En die haakjes zijn wel echt prachtig. Maar ja, individueel komen ze echt beter tot hun recht dan zoveel bij elkaar. Oké. Ik heb dit gekocht. Hier ben ik gewoon te benieuwd naar. Het was iets van 10 euro. Ik heb er nog geen doel voor, maar wat je mee kan. En hier ben ik al zo lang benieuwd naar. Nu is het bij de Action. En misschien is hij wel goed. Dus die ga ik even uitproberen. En dan nog een kattenspeels met een veertje. Want Lina had van veertjes. Twee microvezeldoekjes. Hier ben ik wel benieuwd naar. Dit nog. Twee van zulke bakjes. De borrel. Hier ben ik ook benieuwd naar. Ze hebben altijd van die grappige sprays. En sommige zijn echt wel goed. Anti-stofspray. Ik dacht misschien voor een nieuwe tv-meubel, want die trekt heel veel stof. En hier ben ik ook benieuwd naar. Want die verfspuiter die komt zeg maar nog voor de verhuisschade. Maar ik ben gewoon sowieso benieuwd wat de kleur is, want er staat geen rolnummer op. Maar misschien kunnen we hiermee wel de zijkant van de trap doen of wat dan ook. En het scheelt het vet veel tijd. Maar misschien ook niet. Het is iets van 3 euro.
Nog twee van die kaarsen, die zijn super mooi, die kleur. En dit heb ik al bijna opgemaakt. Dit vind ik dus super prettig. Ik gebruik het nu serieus als dagcreme. Dus ja, dat is best wel chic en heel goedkoop ook. Tampons zonder chloor en zo. Ik wist niet eens dat OB dat had. En dit nog. En ik ben benieuwd of deze body strips goed zijn. Catnip ook met een veertje eraan. En deze is niet van mij, maar dit is een etui. En dat was het. Oh, en deze van Action vindt Lina super leuk. En ik heb dus nu deze gekocht. Dat we nog een soort mand voor haar nodig hebben. En ik dacht deze best wel lekker. Een beetje van dat krabachtige. Daar houdt ze meer van dat zachte volgens mij. Maar goed. Hi, nu is ze dus hier. Maar ze moet even een echt eigen plekje krijgen. Dus ik hoop dat ze die mand chill vindt. Maar dat weet ik dus niet. En nog deze bak. Een soort van beige kleur. Beige grijs. Eigenlijk een beetje hetzelfde kleur als de vloer. Dat vond ik wel handig. Voor 10 kilo voer of zo. 10 kilo? Je kan toch geen 10 kilo? Huh? Nee, er stond 10 kilo op dat label, maar dit is 4 kilo. Kijk, Poes heeft nu een beetje de eigen area. Eerst moest ze eigenlijk van niks iets hebben. Toen heeft Hades dat matje gekocht. Bij Action. Ik zag hem al, maar ik wist niet of het leuk was. Die vindt ze dus helemaal prachtig. Daar gaat ze het op zitten. Als een prinsesje. Hier gaat ze ook nu deed het op. En het zelfgebouwde huis vindt ze echt helemaal het einde. Hier is ze super blij mee. Dus eerst wilden we hier een boekenkast of zo zetten. Dus ik ben echt blij dat we dat niet gedaan hebben. Maar ze moet ook nog een krabpaal krijgen. Want ze vindt dat matje volgens mij gewoon super leuk omdat het een krabpaaltje is. Ze weet nu wel een beetje wat haar area is. En de eerste nacht ging ze dus helemaal miauwen. En vanaf de tweede nacht al niet meer. Ze doet het echt zo goed. En in de avond wil ze altijd spelen. En rollen. Hé, dikkie poeps? Ja, Fluffje. Fluffy. En ze heeft een hele korte spanningsboog. Ze wil dat je er ongeveer 1 minuutje uit of korter. En dan is ze er alweer klaar mee. Dan wil ze spelen en dan wil ze slapen. En dan wil ze weer iets anders doen. Oh, leuk. Ik heb weer een pakketje van Chiquelle binnen. En ik hoop dat ik alles pas. Het is altijd spannend. Want ze hebben niet altijd kleding in een wat groter gemaakt die ik heb. Maar heel vaak past het wel. Dus we gaan het zien. Eerst even laten zien hoe het eruit ziet in de verpakking. Het is trouwens echt mega lekker weer zoals je kan zien. En ik ben lekker vrij, dus ik zit op mijn laptop in de zon te werken waar de bel ging. Ik ben bezig met alle verslagen voor de rapporten van de kinderen op school. Want ik had alles naar de kinderen toe geschreven. En het moet naar de ouders toe worden geschreven. Dus ik moet alles aanpassen. En daarna nog alles in de verslagen zetten. Dus super chill. Maar goed, dat ben ik dus aan het doen. Maar even nu naar de kleding kijken. Oké, ik heb echt mega leuke items uitgekozen. Ze hadden weer allemaal super leuke kleren. En ik ben dus echt heel erg fan van Chiquelle. Het is ook één... Ja, eigenlijk het enige merk waarmee ik een langdurige samenwerking zeg maar heb. Ik krijg niet betaald hoor, maar ja, ze willen altijd weer dingen opsturen. En ik vind hun kleding echt top. Het is gewoon hele goede kwaliteit. Dus dit blouseje had ik al best wel vaak op de website gezien. Maar ik had hem nog niet uitgekozen. Nu dacht ik, ik doe het een keertje. Want ik denk dat het echt iets is wat ik super leuk vind. Ik lekker groot en dikke, stevige, zachte blouse zeg maar. Dat is echt helemaal iets voor mij. Ik kan niet wachten om deze te gaan proberen. Dan voor de zomer een fantastische top waarvan ik zo erg hoop dat ik hem pas. Maar ik denk het wel. Hij heeft zo'n superleuk structuurtje. En waar ik echt mega fan van ben zijn grote wijde mouwen. En een beetje off-shoulder, niet helemaal. Oh, ik ben zo benieuwd. Het is een large. Dus soms zijn dit soort topjes bij hun one size. En dan pas ik ze gewoon vaak niet. Ik denk dat ik hier wel in moet passen. Ik ben heel benieuwd. Ja, hier twijfelde ik een beetje over, omdat ik dit soort lange bloemenjurken bij mij soms een beetje oma-achtig vind. En wie mij al langer volgt, weet dat ik vaak dit soort jurken kocht, omdat ik dan voor de klas iets aankom. Maar ja, straks als het mooi weer is, sta ik niet meer voor de klas. Dan heb ik waarschijnlijk bedrijfskleding aan, I don't know. Maar zo in het wit vond ik hem toch wel heel erg leuk. Het is een wat langere jurk van viscose en daar ben ik echt fan van. En hij heeft dan een mouwtje eraan, dat is voor mij wel belangrijk. Ook een large, dus die ga ik ook zo proberen, of morgen wanneer jullie het gaan zien. Het allergeweldigste, deze mocht ik eigenlijk niet uitkiezen, want je hebt altijd een bepaald linkje waar je uit mag kiezen. En ik mocht gelukkig uiteindelijk toch wel, want dit is geweldig, een extra large en dat hebben ze bijna nooit bij Chiquelle. En die kleur, het is een lange jurk, maar het is viscose, dus ik ben bang dat het dan een beetje tekent, maar dat gaan we zien. Spannend hè? Oh, je bent zo knap. Hoe knap is zij? Het is niet normaal. Hè? Poepie? Poepie poep? Ze is zo fluffy en mooi. Lina? Lina. Poepie. Poepie.
gaat echt goed met haar. Maar het is heel leuk om haar een beetje zo om te rollen. Maar nu wil ze niet. Hi, dolletje. En ze doet heel erg hard aan zelf zin heeft. Ze is alles lekker aan het ontdekken. En extreem fluffy, zoals je kan zien. Maar goed, de laatste jurk. Ik weet niet of de kleur mij mooi staat. Ik heb geen idee meer. Ik vond hem gewoon super tof. En een blouse jurk. Jullie weten dat ik daarvan hou. Dus jullie gaan het allemaal zien als ik het ga passen. Interessant, hè? Kijk eens. Dina. Hallo. Kijk eens. Dina. Ze is zo rustig, maar ze houdt ook echt van spelen. Kunnen jullie er tegen dat ze zo knap is? Je wordt toch helemaal gek. Hoe mooi jij. Is toch niet normaal? Toch niet normaal gewoon? Spannend. Oké, dit is de jurk. Alleen door mijn eigen schuld is hij helemaal gekreukeld. Dat ik hem heel slordig bewaard in de kast. Hij werd helemaal mooi glad geleverd. Maar ik heb nu geen zin om het te strijken. Er zit dus geen riem bij. Hij is echt super leuk. Het is een super toffe kleur. Je ziet hij is vrij groot. Maar ik heb zijn XL genomen. Had misschien niet gehoeven. Maar de kleur is echt tof. En het is een heel lekker stofje. Hij schijnt niet door. Maar ik kan even een riem doen. Dit is alleen echt een afgrijzelijke riem. Ik heb dus niet echt zo'n taille. Maar als je echt een taille hebt, is het echt geweldig. En ook zonder taille vind ik hem hartstikke leuk hoor. Mijn taille zit super hoog. Deze riem is ook heel leuk. Maar ik vind de kleur van deze riem er net niet leuk bij. Maar qua vorm is hij wel leuker. Het is een riem die bij een jurk hoort. Nou, het is gewoon echt een onwijs leuke jurk. Deze top is geweldig. Oh my god. Helemaal geweldig. Hij is ook niet te kort. Kijk, hij kan nog lager. Zie je dat? Vaak zijn die topjes super kort. Hij kan dus ook een beetje zo. Ja, dit is zo'n broek die ik dan in de zomer best wel vaak aan had. Hoe leuk is hij? En hoe leuk is het stofje? Dit is helemaal mij. Ik ben echt heel erg dol op dit soort topjes. En hoe sexy is het met dit? En de mouwen zijn leuk. Als je een beetje mijn soort figuur hebt. De borsten komen er mooi uit. Jongens, hoe leuk. Ik ben gewoon aangekomen, dat weten jullie ook wel. Dus eerst had ik hier echt zo van die botten en dan vond ik het mooier. Maar ondanks dat vind ik die top nog super leuk staan. De blouse vind ik dus heel leuk, maar hij is echt veel te groot. Sowieso zit hij nu niet op een leuke broek, maar hij is echt te groot. Terwijl het is zo'n chill stofje. Heel mooi dik, ik weet niet, zien jullie dat? Zacht, echt geweldig. Ik vind sowieso de zebra print met een beetje dat falen niet mooi bij mij staan. Maar ik zal deze dus gewoon gebruiken met een zwart topje eronder. En dan opendragen als een soort van vestje. Dit is echt een zak. Het ziet er echt niet leuk uit bij mij. Ja, hier zou ik ook een riem omheen kunnen doen. Maar dat is niet echt wat ik doe. Nou, dit is eigenlijk nog best wel leuk. Maar deze is gewoon te groot. Dus als ik het had gekocht, had ik deze gewoon teruggestuurd. En twee maten kleiner genomen of zo. Want het is een hartstikke leuk ding. Want ik zeg, de stof is super leuk. Ja, nou, het is een hele mooie blouse. En als je van Chiquelle houdt, maar het vaak niet past. Dan is deze dus geweldig voor je. Hij zit echt heerlijk. Ik vind het nog best een grappig outfit zo eigenlijk. Dus oké, jongens, dat was hem. Jongens, hoe cute zijn deze poriestrips? Kijk dan. Hoe leuk. Dit is trouwens dat ding. Het is op zich wel chill, maar ik vind het wel een beetje curvy eruit. Maar ik weet niet. Kijk, hij heeft vet veel standen. Kijk hoe hard hij gaat. Ik weet niet hoe andere guns zijn, zeg maar. Maar ja, hij is gewoon goed. Hij heeft veel kracht. Ik heb dit trouwens echt al maanden niet gedaan. Dus er zou heel veel uit moeten komen. Maar ze zijn natuurlijk niet zo goed als die van Bioré. Dat zie ik al. Nee. Nee, je ziet niks. Maar er is ook echt letterlijk heel erg weinig te zien. Ze zijn niet zo goed. Raar, want ik had zeg maar warm gedoucht. En ze voelen best wel stevig. Maar zie je echt niks. Alleen maar van die soort donshaartjes. Maar helemaal geen... Nee, echt totaal niet. Zie je? Ja, hier. Nu zie je het links. Kijk, kijk. Oké, nou, ik heb het wel wat mooier in beeld gekregen, maar kijk nu weer, ja, er is wel wat. Ze worden echt wel goed hard, maar oké, het zijn echt niet de allerbeste ofzo. Maar ze zijn dan ook echt wel heel goedkoop. Hier zie ik niet echt iets. Someone is watching me. Hi, good morning, hoe is het middag? En ze gaat weer liggen. Nou, het voer is binnen, want mijn vrouwtje lust alleen maar dit merk, als het goed is. En dat hadden we dus ook van haar baasje meegekregen. Alleen dat was gemengd met allerlei kittenvoer en zo. En ze vindt het niet lekker. Dus ik heb maar zo'n zak besteld, in de hoop dat ze dit dus wel lekker vindt. En als ze dit ook niet lekker vindt, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan is ze gewoon te kieskeurig. Maar dit is dus wat ze daar ook had. Ik denk, nou, dan bestel ik dat maar even, dus we gaan het even bekijken. Dit vindt ze sowieso lekker, dat heb ik al getest. Maar ja, dat moet ze niet te veel eten natuurlijk. Kijk, dit hadden we dus van die
haar oude baasje gekregen. Maar dat is zo'n kittenpakket. En daar had ze die brokjes in gedaan. En ze zei van, ah, ik krijg geen hulp meer. Meng het maar met al die kittenzakjes die je erbij krijgt. Dus dat is gemengd. En ze vindt het gewoon niet super lekker. En dit heb ik van mijn moeder gekregen. Dat ze het voor wat poes miauw eet. Maar dat vindt ze ook niet heel lekker. Maar kijk even hoeveel brokken dit nog zijn. Oh, sorry Robo. Super zonde. En dit merk is echt mega duur trouwens. En volgens mij, wat ik van veel mensen hoor, zijn er gewoon heel veel merken die net zo goed zijn. En er zit een beetje een overpriced merk. Maar goed, I don't know. Vind je dit dan wel lekker als het gewoon zo is? Want dit heb je je hele leven gegeten bij je andere buisje. Ook niet? Dus dit voer hoef ik niet te kopen. Ook al heb ik net 10 kilo gekocht. Hm? Sleepy cat. Dus hier lag het niet aan. Dus ik heb voor niks zo'n mega zak gekocht. Oké, leuk. Ze eet gewoon weinig. Oh, 4 kilo trouwens. Valt mee. Maar goed, kritische poesjes. Jongens, geloof het of niet? Het is 8:30 s'avonds en ik ga naar de sportschool. En denk je, misschien dat is niet bijzonder, maar voor mij is het echt bijzonder. Ik ga nooit meer s'avonds sporten. Ik heb steeds smoesjes en excuses om het niet te doen. Dat ik moet werken achter de computer. Of dat ik een kast in elkaar moet zetten. En nu ga ik gewoon, want het komt er nooit van. Dus, ik ben al best wel ver met mijn kast. Toen gingen we avondeten en chillen en nu ga ik op de fiets. Ik ga ook niet met de auto, ik ga gewoon lekker een kwartiertje fietsen in het donker op een mooie nieuwe fiets. Yeah. Ik dacht, ja, ik kan wel weer smoesjes gaan bedenken om niet te gaan, maar ik ga gewoon. En kijk, dit heb ik al in elkaar gezet. En als ik terug van de sportschool is het 10 uur en dan wil ik misschien nog een half uur door aan de kast. En dan gewoon lekker naar bed en ik hoef helemaal geen serie te kijken, want het is zonde van je tijd. Dus, ik ga. En dan kan ik ook nog eens hier mijn sleutel pakken. Alles is helemaal perfect aan het worden hier in huis. Oh, wat word ik toch gelukkig van fietsen, jongens. Heerlijk. Zo erg van de avond. Gewoon, er is niemand. Sommige mensen hebben met de ochtend. Denk ik, vroeg in de ochtend heb ik eigenlijk met de avond. Echt love it. Zo erg. Niet normaal. Dat moet ik echt vaker doen. Dat was echt heerlijk. En nu ga ik nog even mijn kast doen. Good morning. Ik heb even lekker gedoucht, smoothie gedronken en met Lina een beetje gechilled en zo. En de haas op zijn werk gisteren ook. En verder ben ik een beetje opruimen. Het houdt niet op. Het is echt niet normaal. Ik heb gisteren zoveel opgeruimd en vandaag weer. Maar wat echt super leuk is, wat minder leuk is trouwens, is dat ik voor de derde keer aan de verslagen zit voor mijn vaste baan, zeg maar, waar ik nog 2 keer werk. Eerst had ik het aan de kinderen zelf geschreven. Toen moest ik alles herschrijven. Naar de ouders, zeg maar, dus over het kind, derde persoon. Nou, dat is meer werk om het herschrijven dan om het te schrijven eigenlijk. En nu moet ik de ene helft weer terug veranderen naar tegen het kind. En ergens anders toevoegen en inkorten. Echt zo'n drama. En ik moet het niet alleen sturen, maar ik moet het er ook allemaal zelf inzetten. En over ruim een uur komt mijn collega, dat is superleuk, Anneke. Een van mijn lieve leningscollega's van mijn vorige werk. Ik heb ze allemaal nog geen 1 keer gezien. We zouden toen een keer bij mij gaan eten, maar toen was er iets met corona en sindsdien hebben we het niet meer afgesproken. Omdat we met zo'n grote groep zitten, komt het er niet snel van. Ik vind het ook altijd wel lastig om dan maar met 1 af te spreken, dat voelt dan een beetje lullig naar de groep of zo. Maar nu appte ze dat ze deze kant op komt en zo, en of ze dan naar me toe zou komen. En ik vond het zo leuk dat ze dat zegt, dus ze komt gewoon even een paar uurtjes. Koffietje drinken en ik heb zoveel zin om al haar verhalen te horen en ook om haar mijn verhalen te vertellen. Ik kan echt niet wachten, zij is mijn allereerste dierbare collega daar. En het doet me heel veel dat ze me ook gewoon, ik weet niet, regelmatig dan appt en ook gewoon voorstelt om gewoon te komen. Ik hou er zo erg van, aangezien ik zelf super slecht ben met initiatief. Vind ik het echt leuk, want ik mis oprecht super erg mijn oude collega's. Dus ik ga nu als een gek knallen. Ik moet het echt halen, dan moet ik mijn ogen aankleden en me opmaken. Ja, doet je. Dus ik ga even knallen, jongens. Oh my god, het is nu 32. Ze zou er gewoon half komen. Ik zei dat ze niet eerder moest komen. En ze is er nog niet. Ik ben zo blij, want ik ben precies klaar. En ik ben dus altijd te laat met alles. En dan gaat mijn muziek naar uit. Oh. Alles gedaan wat ik moest doen. Alles. Dat is voor mij echt zeldzaam. Dus ik ben vet blij. Een paar kleine snackjes. Pindapretzels, hummus, worteltjes, tompoesbonbons van Hema. Chocolade, amandelen en wat dropjes. Lekker muziekje en een open haard. Ze wil niet in de vlog. Ze doet nu zo. Ja, dit is... Oh, die zon, jongen.
Tompoes? Is het vies? Het is van de Hema Tompoes bonbons. Maar ik had het dus al gekocht toen jullie zouden komen. Maar het is nog goed hoor. Want ik dacht dat is leuk. Nee, je hoeft ook niks te zeggen. Kijken. Mag ik eens de binnenkant zien? Mag ik het even filmen? Laat hem misschien alleen je hand. Ik doe niet je hoofd erop. Je mag zeker niet van je kinderen op internet. Nee, ik wil niet. Oh, dat was zo gezellig. Gewoon niet in de vlog, maar het is bijna 6:15. Ga ik bij zijn ouders vanavond. Het was zo leuk. Echt alsof ik nooit ben weg geweest op school, zeg maar. Echt heel leuk. Ik ging helemaal meedenken wat betreft 35. Ook super leuk. Hi Poes! Deze pindadingen zijn echt lekker. Stel, het voelt niet weg goed om nu weg te gaan, want we zijn er nog niet uit. Dit is namelijk zo'n moeilijk concept. Maar het zijn wel, niet iedereen denkt mee zoals ik het zeg maar wil. Sommige mensen zitten gewoon op een hele andere golflengte. Maar zij dat wel een beetje op dezelfde golflengte. Dat was wel heel leuk. Hi Poesie! Wat gaan we eten eigenlijk? Patty. Je bent zo ontzettend lief. Anneke zo, niet normaal. Ze is zo lief. Bizar. En nu kunnen we even lekker chillen, want ik heb vandaag best nog wel veel gedaan, hè? Hey, morgen moet ik werken. Ik ga even mijn les voorbereiden. En ik ga nog heel even door met nadenken over 35, want nu zit ik nog een beetje in de vibe. Schattie patati. Ja, deze draait. Vind jij eng, hè? Vind jij een beetje spannend? Wil je erop zitten? Oh, nu vind je het al minder eng. Oei. Oh, wat spannend. Is dat dan, hè? Kijk. Leuk. Goedemorgen, jongens. Het is alweer een tijdje geleden dat ik zo vroeg op moest staan. Maar het is ook heel lang geleden dat ik naar mijn werk ging en dat het zo licht was in de ochtend. De laatste keren was het echt veel donkerder. Vandaag is echt een mega drukke dag. En ik heb echt veel thuis gezeten. Dus het wordt weer even wennen. Het is vandaag mijn ene laatste dag op deze school. En ook nog eens vanavond een verjaardag. Bolen. Dus dat wordt echt veel. En ik ben echt lang niet eens zo lang van huis geweest. Daarbij heb ik 5 uur geslapen. Het is om 7 uur bolen. Maar vandaag moet ik ook nog voor die andere groep... Oh, ik ben echt wel niet wakker. Voor die andere groep de rapportverslagen maken. Helemaal nog. Nou ja, ik heb wel al de basis op papier, maar nog niks uitgetypt. En we hebben ook nog een borrel. Alvast ook omdat ik wegga. Ik weet echt niet waarom dat vandaag is, want ik ga niet vandaag weg. Maar en dan is het zeg maar vakantie. Het is altijd weer lekker gym, dat vind ik altijd lekker. Want dan moet ik eventjes een stukje met ze lopen. En dat vind ik altijd echt heerlijk. Even wakker worden in de frisse lucht. Ik ben echt geen ochtendmens. En nu al helemaal niet omdat ik een super slecht ritme heb. Maar goed. Ik heb wel heel veel zin om de kinderen weer te zien. Lekker les te geven. Dus ik ga rijden. Ik ben weer 1 minuut van mijn werk vandaan, zoals altijd. Dan ga ik nog eventjes mijn laatste make-up doen, wat ik laatst in de vlog zei. Niemand heeft erop gereageerd. Ik ben zo benieuwd of er mensen zijn die dat ook doen. Ik heb lekker brood mee, een avocado en een smoothie. En ik heb al koffie op. En ik heb wortels mee en een appel. En doei. Het is pauze en kijk nou hoe lief wat ik krijg alvast, omdat ik wegga. Zo lief. En een meisje in de klas heeft echt een geweldig tractatie. Ik moet het even laten zien. Kijk dan. Het bedrijf is van haar vader of moeder. En kijk. Dit kregen alle kinderen, maar ook dus 2 juffen. Hoe leuk. Kijk dan, is dat niet normaal? Deze tractatie. Wow. Zo, het is alweer laat. Het was een leuke dag. Het was een borrel omdat het weer mag met corona. Maar ook voor mijn afscheid alvast. Want de directrice is er niet op mijn laatste dag. Dus ik heb... bloem nog gekregen en een lief woordje. Dat is wel heel erg fijn. En het was verder gewoon een super goede dag. En nu chase ik naar huis. Want verjaardag.
eten, bowlen. En ik wil echt even mijn haar wassen en douchen. Want ik voel me zo goor, maar ik heb heel korte tijd. Dus ik moet echt racen. Want ik moet er over een half uur of zo moet ik alweer weg. Dus mega haast. Ik ben ook echt altijd kapot op de vrijdag. Maar meestal als je even doucht, zo, dan knap je wel weer op. Ik doe even een koffietje. Oh, heel gezellig met de vriendengroep van H. Oeh, sorry. Gezellig met de vriendengroep van H. Lekker eten en wonen. Ik ga als een gek nu maar douchen. Dit is voor een roze groene pizza met ei. En ik heb dit. Goedemorgen, gisteren was super leuk. Alleen het was wel echt heel heftig om na heel lang thuis te zitten. Ik ben echt super lang thuis geweest, quarantaine en dat soort dingen. Om weer en te werken en meteen daarna een super drukke avond te hebben. Dus ik ben vet verrot. Dat ik echt 2,5 drankje op heb. En ik wilde echt een beetje op tijd, zeg maar, niet te laat maken. Zo. Vandaag ga ik gewoon een beetje chillen. Er zijn wel dingen die ik wil doen. Ik wil even wat boodschappen doen. Ik heb net weer bij Flink besteld. Dus geen spon, maar ik ben echt verslaafd daaraan. Dus lekker bananen en zo, zodat ik weer een smoothie kan maken. En andere dingetjes. En ik wil vandaag sporten. Ik zit nu in het zonnetje. Het is 10 graden. Het is echt de warmste dag tot nu toe. Het is zo lekker. Ik heb meteen zonnebrand opgedaan, omdat ik bang ben dat mijn pigmenten lekker weer terugkomen. Ik denk dat ze sowieso weer gaan terugkomen. Maar ja, die zon is zo lekker. Vitamine D en weer een beetje een kleurtje op mijn gezicht. Heerlijk. Dus ik zit even in de zon. En ik wil die kast eigenlijk een beetje afmaken. Ik wil vlog bewerken, een beetje chillen. Het weer is niet normaal. Het is niet eens koud. De tegels zijn helemaal lekker warm. Ik zit gewoon lekker hier met een koffietje onder een dekentje. Echt geweldig. Jongens, ik ben net klaar met editen van deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat even een reactie achter. En ik heb echt wat gedaan met jullie feedback. Dus veel meer gevlogd. Niet te lang. Wel veel beelden. Geen losse beelden. Veel context. Dus ik hoop echt dat jullie dat ook merken. En het zou heel leuk zijn als je het dan eventjes laat weten. Bedankt voor het kijken. Doe ook even een duimpje omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden. En tot bij de volgende. Doei.